We gaan nu al 2 jaar lang gebukt onder zeer ingrijpende maatregelen die onze vrijheid drastisch beperken. We gaan van lockdown naar lockdown. Het zou allemaal noodzakelijk zijn om onze volksgezondheid te beschermen tegen een extreem gevaarlijk virus. Maar is dat eigenlijk wel zo? Is corona wel zo gevaarlijk als wordt beweerd? Zijn de maatregelen wel effectief? Is het massaal vaccineren van de hele bevolking wel verstandig? Of lopen we misschien ook risico's? En als de maatregelen niet bijdragen aan de volksgezondheid, waarom worden ze dan toch genomen? Of this pandemic, these staff, our booster vaccine regimens work. Bijwerkingen zijn heel erg zeldzaam en de werking is gewoon heel erg goed. If you are unvaccinated, get vaccinated. Get vaccinated. Et désormais à notre portée, vaccinez le monde. If you are not fully vaxxed, stay home. Nederland gaat nog een keer op slot. But you don't have a choice. People act like you have a choice. De huidige massavaccinatie tegen SARS-CoV-2 is een kolossale fout. Til, als ik hier mijn mond over open zou doen, dan gaat mijn kop eraf. Dan kan ik mijn onderzoek wel vergeten, dan krijg ik geen grants meer en dan is het klaar met mij. Ik vind dat ik voor mezelf, ik kan mezelf niet in de spiegel kijken als ik hier niet over naar buiten zou komen. Ik kan hier niet meer leven.